Dames en heren, welkom bij het grote Kuiperbiografendebat. Dat vindt hier plaats op de Vrije Universiteit, een van de scheppingen van Kuiper. En dat moest er natuurlijk van komen nadat enkele jaren geleden al een vuistdikke biografie van Jeroen Koch verscheen. Is nu een nieuw biografisch portret verschenen van Johan Snel. En dat vraagt natuurlijk om debat, om beweging. En we zijn bijzonder blij dat beide biografen daarin hebben toegestemd. En dat een derde biograaf, niet van Kuiper, maar van Mooie Barend, Barend Biesheuvel, erin heeft toegestemd om dit debat te leiden. Wilfred Scholten. We zijn bijzonder blij dat Wilfred dit wil doen, omdat hij aan de ene kant als journalist bij AT5, bij de NPO, veel ervaring heeft opgedaan in het leiden van debatten. Aan de andere kant ook een volwaardig historicus, gepromoveerd op Barend Biesheuvel, een geestelijke nazaat van Kuiper. Dus wie beter, wie anders dan Wilfred. Dus bijzonder fijn dat ik leiden Wilfred. En ik geef graag het woord aan jou. Oké, dank je Bart. Ik ben een nazaat van hem. Ik ben geïnformeerd opgevoed. Ik heb hier gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Ik ben hier gepromoveerd. Jullie allebei niet, hè? Ik heb wel hier gestudeerd, maar Kuiper is naar beneden gegaan. Oké, nou goed. Daarna heb je het goed opgepakt. We gaan straks kijken hoe jullie visie is op Kuiper. Want het zijn twee biografen met twee hele verschillende boeken. Van tevoren werd gezegd bij deze uitnodiging hier. Misschien de meest omstreden Nederlander die we kennen met z'n allen. Nou, dat zal blijken, maar in ieder geval dat jullie allebei een heel ander boek over hem hebben geschreven. Ik wil al zeggen dat zelfs onder historici niet helemaal duidelijk is van wie die Abraham Kuiper nou eigenlijk was. Laten we even beginnen met de oudste biografie, 2006. Dat is dit exemplaar, weer opnieuw uitgegeven. Zeker. Vanwege 100 jaar Kuiper. Om even omhoog houden ook. Kijk, dat we de mag reclame gemaakt worden even als... Ja, met een nieuw nawoord en met een tegen de kleurfoto. Dus dat weet ik elkaar te vinden waar. Dat valt nog niet mee. Nee. Jij zei al, je komt van de Universiteit Utrecht. Ja. Hoe ben jij ertoe gekomen om een boek over Kuiper te schrijven? Ja. Dat is niet heel erg logisch. Nee. Gezien jouw achtergrond dan. Zeker. Ik heb ergens een ver rooms-katholiek verleden. Klopt. Het is mij gevraagd. Ik ben gevraagd om deze Kuiperbiografie te schrijven. En afhankelijk heb ik dat ook geweigerd, omdat ik het gezegd heb. Ja, dat wilde helemaal niet. Nou ja, ik dacht dat ik niet onmiddellijk op mijn pad. Ik had me bezig gehouden met 20e-eeuwse geschiedenis, moderne geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, moderne literatuur. En vervolgens was ik gepromoveerd op een onderwerp uit 20e-eeuwse Duitsland. En toen kwam men vervolgens bij mij, ik wil het Kuiper doen. Dus ik heb gezegd, nou nee, om die redenen, Nederlandse geschiedenis, 19e eeuw. En als protestantisme, ik heb er natuurlijk niks mee. Je had helemaal geen verstand ervan. Nee, geen afdeling. En toch heb je het gedaan. Nou, straks komen we er verder over te spreken hoe en waarom. Ja. Jij bent Johan Snel, jij bent van de Christelijke Hogeschool van Ede. Daar werk je. Ja, je bent historicus en je zegt, je bent toevallig in de, dat staat op je achterflap ook, je bent toevallig in de journalistiek terecht gekomen. Als docentjournalistiek, ja, dat is typisch het lot van historici van mijn generatie, zeg maar. Maar journalistiek is inderdaad mijn thema al 20 jaar. En via journalistiek ben ik ook uit. Ja, maar goed dan, want ik heb een paar jaar geleden een voorstelling ingediend voor een dissertatie over de journalistiek van Kuiper. Omdat ik bij die wijze had geleerd dat Kuiper in zijn tijd over de grootste journalist doorging. Terwijl ik bij Jeroen Koch niet zo schrikkelijk veel over de journalistiek tegenkwam. Dus ik vond dat een typisch onderwerp om ze uit te zoeken met het oog op de Kuiper. Ja, dus daar ben ik een paar jaar geleden begonnen. Dat ben ik nu nog niet bezig. Is dit boek eigenlijk van dit is voor je zoon dat ik op hadden realiseren dat voor Kuiper een portret van de man veel meer impact zou hebben dan een toeschrift. Of een toeschrift had jij niet goed kunnen afmaken. En ik heb de ambitie om zo'n hele journalistieke werk te lezen, maar dat zijn 10.000 artikelen. En daar ben ik nog wel. Die lees je allemaal dan? Daar ben ik het komende jaar weer zoek om dat allemaal door te lezen.
En dat wou ik eigenlijk doen, want ik vind iemand moet dat een keer gedaan hebben, zodat ze een stieke applicatie hebben gebracht. En dan is dat toezicht gewoon niet af, zeg maar. Dus ik had twee redenen om dit te schrijven. Eén, ik wilde iets doen voor Kuiperjaar. Ik had er zoveel ontdekt dat ik dacht, dat is leuk om op te schrijven. Twee, ik wilde niet mijn toezicht afwachten voor Kuiperjaar. Ik wilde gewoon door de scientifieke aangeheven, zodat ik ook echt iets over zeg. Ja. De zeven levens van Abraham Kuiper. Ja. Voordat we de diepte ingaan, hebben we zeggen, wie is Kuiper? Kijk je niet tegenaan. Jullie hebben elkaars boek gelezen, neem ik aan. Ja. Kennen jullie elkaar voordat jullie hier elkaar troffen? Dat niet al. Dus nou, we hebben jaren geleden nog dezelfde cursus gegeven aan avondstudenten. Waardoor we elkaar wel eens even dichtbij met een pak op de weg. Nou, dat weten we helemaal niet meer. Dus nee, precies. Dat is 12 jaar geleden. Ja. Maar laten we eens even kijken. Jullie hebben elkaars boek gelezen. Ja. Geef eens een hele korte impressie. Eén punt waarom het boek van Jeroen heel goed is. En één boek waarom je zegt, nee, ik heb daarom een eigen boek geschreven. Het is heel compleet. Het is gewoon de Kuiperbiografie. Zo lees ik hem ook in 3 keer gelezen. Dus ik heb hem ook in mijn achterhoofd zitten als ik zelf op Kuiper nadenk. Dat is de lof. Ik heb gelukkig ook een positieve zin erop geschreven destijds. Zeg maar. De kritiek zou zijn dat er nogal dingen te verbeteren zijn. Maar ook een paar accenten die niet helemaal goed liggen. Ik had meer dan goed materiaal om niet alleen nieuwe verhalen te stellen, maar ook nieuwe accenten te leggen. Ja. Die zaten er niet in, ja, precies. Daar hadden we nog over gesproken. Ja. Jeroen. Jij over het boek van Johan. Nou, het leuke, dat is eigenlijk hetzelfde punt. Is het positieve punt en is het negatieve punt. Ja. Het positieve punt is het uitgangspunt. Wat je hebt eruit gemonteerd voor de zeven levens van Abraham Kuiper. Dat is een lemma wat hij heeft geschreven voor een Franse biografie. Althans, hij maakt een schets voor een Franse encyclopedie. Ja. En dan maakt hij een autobiografisch lemma. En dat deelt hij in 7 thema's in, 7 personen die hij als het ware is, de rollen die hij vervult. En zo kom je ook aan het ondertitel, of aan boog, de 7 levens van Abraham Kuiper. Dus dat vind ik heel erg leuk, ik had een stuk zelf graag gezien, toen ik bezig was met mijn boek. Heb je het stuk gemist? Ja, nee, ik heb het stuk niet gezien. Een compliment aan jou aan. Nee, dat is niet zo. Voor de weg was een concept dat je bijna al leest. Dat is een onleesbaar stuk. Ja. Het is toch opgeduid. Dus dat vind ik leuk. En tegelijk. Nee, denk ik. Dat is om te denken. Hij schrijft een lemma over zichzelf. Hij deelt dat in. Vrij makkelijk te zien, natuurlijk ook wel interessant. Hij deelt zich zijn eigen leven in als alpinist, reiziger, spreker, wetenschapper, activist, journalist en staatsman. Dat we het nu volledig kennen, alle 7. Het is natuurlijk een lemma dat hij zelf schrijft, over zichzelf. En wat is dat nou voor uitgangspunt? Ik denk, als je naar moderne termen zou moeten vertalen, dan is het alsof je iemands Facebookpagina als uitgangspunt neemt om een biografie van hem te schrijven. Hij etaleert zich zelfs uit de top van zijn meest zonnige zijde. Dus ik vind dat aan de ene kant een hele leuke uitgangspunt. Aan de andere kant denk ik, het is heel smaller om een volledige biografie in het bijzonder van een persoon die zo ontleden. Oké, nou dat is daar. Wil je even afsluiten? Ja, het punt is, het is absoluut een biografie. Ik gebruik het woord helemaal nooit. Het zijn 7 punten gedeeld portretten die samen een tamelijk kaleidoscopisch beeld van een man geven. Ik heb nog een complete schets vooraf geschreven, hoofdstuk 1, en het einde samen is het een stuk completer. Maar het is absoluut geen biografie, het is een portret, het portretteert het in een aantal belangrijke rollen, en dat doet het op een tamelijk kritische wijze. Maar in de krant en de recensie wordt het wel een beetje als biografie. Ja, dat is grappig. Dat vind ik wel een eer, want dat is het niet. Het is een heel zelfgeschreven portret. Dat is het enige woord dat ik zelf gebruik. En je hebt ook ingestemd met die grote biograaf. Die titel heb ik niet bedacht. Nee, ik ook. Ja, maar je bent wel uitgenodigd. Ja, ik ben uitgenodigd. Laten we het biografisch portret doen. Okay. Ja, dat is het wel. Dat is het wel. Dan komen we een beetje. Ja, dan ontbreken dat wel in het artikel. Oké. Maar laten we even kijken. Het zijn toch verschillende accenten, zeg je zelf. Ja. Op iemand die, als je zo'n dik boek is geschreven. En je zegt, nou, ik vind dit toch waar om zo'n boek erbij te schrijven. Dan ontbreekt er volgens jou van alles. Dus dan laten we het daarover hebben dan zo. Er was nog veel ruimte. Ja, ja oké. Okay. Hoe zou jij in 3 woorden even voor het debat, even 3 woorden Kuiper willen typeren? Voor de kijker ook thuis die idee heeft hoe jij er tegenaan kijkt. Ontzettend actieve man.
op heel veel terreinen, hoewel hij zelf het gevoel heeft dat hij zich enorm begrenst, maar de andere gevoel dat hij grenzeloos is. Hij was ook vrij grenzeloos, maar hij is vooral maatschappelijk geëngageerd. Dat is wat de kern van zijn bestaan. Niet zozeer kerkelijk, maar maatschappelijk. Ja, okay. Hoe zou jij hem willen typeren? Dat is dan bijna onmogelijk. Ik zie allemaal papieren voor je, maar ja, je hebt drie woorden kuiper te typeren. Een charismatisch leider, denk ik. Dat wil zeggen voor zijn achtergrond, niet voor de top om hem heen. Een van de grote emancipatoren in de late 19e eeuw. En dan kan je hem eigenlijk denk ik alleen maar naast Troelstra zetten. Mm-hmm. En dan wel op een toch niet helemaal op hetzelfde niveau Schaapman. Dus voor de socialisten en de katholieken. Ja. Dus een emancipatieleider. En wat zou ik als derde nemen? Iemand die buitengewoon verbeeldingsvol zijn calvinistische traditie, zijn geloof, de traditie inzet om de wereld te duiden en vervolgens te willen veranderen. Ik denk dat. Maar dit zijn meer dan drie woorden. Ja, nee. Sorry, Joop. Een echte wetenschapper die kan dat niet. Het is een heel dik boek, hè? Ik heb het wel zeggen. Ja. Nou, dus zo klinkt het nog niet echt dat jullie heel verschillend over denken. Maar kun je misschien iets aangeven van, bijvoorbeeld hier in jouw boek, noem je hier achter je nawoord, noem je bijvoorbeeld dominant. Ja. Bijna irritant. Dus dat zijn wat mindere kwalificaties van die je nu zet. Dus je bent wel wat dat betreft kritisch op hem. Ik zal niet ontkennen dat het een vrij kritische biografie is. Dat ik ben kritisch op hem. En wat is je vraag? Nou ja, in die zin, waar zie je er anders in dan Johan? Laat ik het zo zeggen, het lijkt als Johan is meer een bewonderaar. Zo lees ik het boek ook een beetje. Hij schudt al van mee. Nee. Ja. Nou, ik had het ook gelezen, ik heb het de afgelopen weken inderdaad gelezen, als een bijna kritiekloze bewondering van Kuiper. Het is alsof hij kritisch is geweest. En dat je vervolgens de absolutie hebt gegeven en vervolgens ben je gaan schrijven. Dus wat ik eigenlijk mis in het boek, en daar kun je het over twisten van hoeveel accent moet je daar leggen, dat zijn in het bijzonder de oordelen van de mensen die vlakbij me zijn. Dus die mensen als Savon Loma, met wie die leeftijd ook, met wie die heel lang natuurlijk in de antirevolutionaire optreedt, totdat ze een dermate groot conflict ook over de vrije universiteit krijgen, hier aan de vrije universiteit, over de vrije beginselen. En ik mis eigenlijk zijn kritiek, en nog sterker is dat het geval met Ideburg. En die kritiek, die ligt er bepaald niet om. Ik heb er een paar bij elkaar gezet. Een paar tegenwoorden. Ja, een paar met misschien toch wel de meest dodelijke van Ideburg. Die op een gegeven moment zegt van Kuiper is een stinkend gat. En als God niet zo goed voor zou zorgen, dan zouden we alles zien hoe stinkend dat gat is. En die kant, dus die groep mensen die lang met hem optrekt, en die op een gegeven moment, als ze dan een politieke partij hebben, als ze in de Kamer actief zijn, als er een universiteit is waar de mensen in aanvaring met hem komen, en dan te maken krijgen met echt streken, echt kuipen in die streken. Hè. Dat wordt vaak gezegd, het is gekuip wat hij doet. En dan vervolgens, overigens wel zijn erfenis verder dragen en daarmee verder gaan, maar ondertussen werkelijk hele harde oordelen uitspreken. Ja. Dus dat wil zeggen, een onaangenamer man dan in jouw boek naar voren komt. Je doet als Robespierre, het is echt keihard. Zeker in die 19e context. En die kant mis ik eigenlijk helemaal in die zeven levens. Ja, eens en ander eens. Dus laat ik even. Ja, ik krijg maar net ook een briefje. We moeten iets meer naar de camera kijken en ook spreken. Het mag wel wat harder. Ja. Want dan, eens en oneens. Eens, die kritiek herken ik op hem. En die heb ik ook zelf meteen in hoofdstuk 1 al onomwonden besproken. Hoe die vijanden maakt en hoe die vooral vijanden maakt onder zijn vrienden.
Ik ben daar ook buitengewoon kritisch op die beginselbenadering van een leg uit waarom dat niet werkt, maar waarom je dan werkelijk met iedereen een vijandschap ontwikkelt. Dus in hoofdstuk 1 staat al een heel kritisch deel van het portret. Het tweede, en dat is wel de nuance die ik wil aanbrengen, wat ik steeds aangeef is dat de breuken die hij met zijn vrienden of met zijn partijgenoten heeft, echt wel op inhoud zijn en niet op karakter of op persoon. Lohman was net zo goed de man als de Sputter als Kuiper en ze breken echt puur op inhoud. Lohman is de man van de aristocratie en Kuiper is de man van de democratie. En in die breuk in 1894, 1895, dat beschouw ik echt als breuk op inhood. Ik kom nog bij dat Kuiper zelf toen doodziek is geweest en daarna ook geen geduld meer had voor eeuwig optrekken met mensen die niet van zijn standpunt waren. Mm-hmm. Maar wat ik beklemtoon, en dat is het enige verschil, is dat breuken niet zozeer karakterologisch van aard zijn, maar gewoon puur inhoudelijk, programmatisch van aard. En daarvoor kun je vinden wat je vindt. Maar voor mij, ben ik vrij neutraal in, zeg maar. Dat is een groot verschil, want Jeroen die heeft over een drammer en een drijver. En ik minder. Laat ik één punt uitpikken. Ik moest het wel weer even terughalen. Ik was er al 14 jaar uit. Ik heb ondertussen ook een andere boek geschreven. Dus helemaal is het gewoon citeren ook niet meer. De breuk in 1894, ja. En met Lohman, zijn post, hè, zo staat het boek in de geschiedschrijving over Kuiper, dat verwijst naar het gebouw in Scheveningen, als ik het goed heb, waar die breuk geëffectueerd werd. Lohman die wordt in feite... Dat is een partijgenoot van hem. Ja, Savonie Lohman, de later oprichter van de Christelijke Historische Unie. Ja, dus die gaan uit elkaar daar als twee partijen. Ja. Die breekt daar, probeert die... Vooral omdat je je stem ook laat horen. Ja. Die heeft hier vanaf 1880, het jaar van de oprichting van de Vrije Universiteit, colleges recht, staatsrecht verzorgd. Deze universiteit die is opgericht natuurlijk voor de opleiding van predikanten, maar ook om wetenschap te bedrijven vanuit het gereformeerde standpunt, of op basis van het gereformeerde standpunt. Ik heb gezocht in de tijd, wat is dat dan? Nou, dat is met den verwerpen van het woord Gods geen ogenblik vrede. Dat is denk ik nog de meest precieze definitie die ik heb kunnen vinden van het gereformeerde standpunt. In 1894 is het helemaal mis. Er is een kabinet geweest waar Kuiper in zijn krant kritiek op uitoefende. Lohman moet proberen als minister de boel... Probeer eens tot de kern te komen. Ja. En hij heeft dus heel erg lang hier gedoseerd. Dan wordt het 1894... En dan wordt er ineens gesuggereerd dat Lohmans colleges niet voldoen aan het gereformeerde beginsel. Hè. Ze zijn niet beginselgetrouw in college staatsrecht. Nou, er wordt een conflict, er komt een commissie. Die commissie die komt dus dan bij elkaar en die zaak die ontploft daar in zijn post. Lohman wordt weggestuurd, maar tegelijkertijd wordt er op basis van een van de publicaties van Kuiper een commissie ingesteld. Ja. Die moet uitzoeken wat nou eigenlijk de gereformeerde beginselen zijn, waarop dus kennelijk al 16 jaar lang onderwijs is gegeven, of 14 jaar lang onderwijs is gegeven, hier aan de Vrije Universiteit. Het gaat nog even iets verder. Er moet een voorzitter worden benoemd van die commissie, dat wordt Bavink. Maar Bavink is geen lid van die Vereniging van Hoger Onderwijs op gereformeerde grondslag, zoiets. Dat is geen probleem, want die wordt voor die vergadering wel even lid gemaakt, zodat hij me kan voorzitten. Nou, als je nou één lage streek van Kuiper, want reken maar dat het uit de koker komt en dat dit een overleg met Kuiper is gegaan. Dit is een streek. Dit is echt een rotstreek. En er is echt, we hebben dus geen spel tussen te krijgen. Ja, dat is typisch Kuiper. Precies. Maar hier komt die. Maar het oordeel van Johan heeft. Ja. Het oordeel van die commissie wordt vrijwel unaniem door de hele vereniging. Ja, dat zal best. En dat is steeds het punt. Kuiper heeft gewoon de partij aan zijn kant. Nee, die vereniging ook aan zijn kant. En daar hoeft hij niet veel intriges voor te krijgen. Dat gaat vanzelf. Kuiper's theologische bluff wordt niet tegengesproken. En dat is ook het ingewikkelde. Hè? Je ziet dat als Lohman en Idenburger, zeker Lohman. Maar hij is een van de velen die hetzelfde oordeel vellen over Lohman. Ja. Zeg maar. Dus dat is niet zozeer zijn werk. Jawel, maar je ziet die aanloop van die strijd met Lohman al heel lang aankomen. Ja. En voortdurend is daar conflict. Dan zie je eigenlijk iedere keer dat Lohman inbindt, omdat de theoloog Kuiper hem overbluft. Nee, maar ik ben veel neutraler als het gaat om Lohman versus Kuiper. Ik zet ze gewoon neer zoals beide zich positioneren. En de breuk is op de democratie, is op de inhoud. Lohman gaat gewoon niet mee met het Calvinisme van Kuiper en gelooft niet in die democratische agenda van Kuiper. En Kuiper, zijn partij en ook de VU-vereniging, allemaal wel.
Dus Kuiper heeft gewoon daar het meerderheidsbestandpunt te pakken. En ze nemen Loman te gazen, omdat ze terecht aanvoelen dat Loman niet zo van de grip weer beginsel is. Het beginsel zweeft. Als je toch al beweert, 14 jaar... Hij wordt beoordeeld op een beginsel dat niet bestaat. Die op een beginsel berust en je gaat de commissie instellen die na 14 jaar is bedenkt, wat is dat beginsel dan? Ja, kom op zeg. Dan ben je toch echt... Maar hij is een hele commissie, dat is een vereniging. Dus ik vind zijn rol daarin niet doorslaggevend en ook niet totaal dominant. Want het is een vrij unaniem oordeel. En ik snap ook de tegenstelling wel. Het is een tegenstelling echt op inhoud. Ze kunnen niet meer samen door één deur. En dat geldt voor die hele partij eigenlijk. Op inhoud. Eerste partij daarna de maar jij vindt niet dat hij dominant is en een drijver. Ik heb geen oordeel over het persoonlijke. Komt dat toch tegen in de stukken? Ja, maar ze zijn absoluut wel elkaar gewaagd. Nee, maar niet alleen deze twee hoor. Maar Maar in hoofdstuk 1 leg ik al uit waarom die beginselpolitiek van hem, waarom die altijd botsen met juist met zijn vrienden. Hè, zeg maar. Dat is precies mijn kritische verhaal. En ik waarom dan voortdurend dat gejuich over alles wat Kuiper uithaalt? Ja, dat is zijn aanhanger die dat doet. En die volgt hem daarin. Maar jij als schrijver ook? Nee, ik niet. En dat is voortdurend is dat het zinnetje, heel kort zinnetje, is twee woorden. Wat typisch Kuiper. Typisch Kuiper. Ja, nee, nou, daar gaat het komen, daar gaat het uitgelegd worden wat typisch Kuiper is. Ja, nee. Maar dat is het dan niet. Dat is net geweest. Meer analyse. Meer toelichting, dat gewoon meer context willen zien daar. En eigenlijk blijft dat zweven. En wat ik heel jammer vind, ja, dat vind ik echt heel jammer, en ik heb vanochtend nog wat zitten bladeren in Kuiper, dat is dat je hem heel weinig citeert. Ik denk, nou, een van de leuke dingen, ik heb me geen moment verveeld tijdens het schrijven van het boek, dat is Kuiper zelf lezen. Ja. Ik heb in de tijd natuurlijk wel tegen de commissie gezegd, en ik heb het boek uiteindelijk geschreven, op verzoek van de stichting Dr. Abraham Kuiper Fonds. Ik geloof dat de volledige titel is. De Ruiter zat het voor. En ik kreeg daar uiteindelijk eerst een jaar voorstudie en 5 jaar van NBO voor. Plus nog wat andere fondsen. En ik heb op een gegeven moment gezegd, van, ja, kijk, ik moet nu wel gaan schrijven, want Kuiper lezen, ja, je verveelt je geen moment, maar dan heb ik 5 jaar gelezen en heb jullie geen boek. Ja. Dat gaat niet. Maar je citeert erg weinig. Nou, ik zat aan de limiet. Hè. Ik mocht maar 100.000 woorden leveren van de uitgever. Ik heb me heel erg gestrikt moeten beperken. Ja. Niet alleen in de tijd, maar gewoon in de limiet. Ik ben dik over de scheef gegaan. Ze hebben het geaccepteerd, maar het was op het randje. Maar je hebt het binnen een jaar gedaan, geloof ik, toch? Ja, veel korter. Veel korter nog. Nou, dat is nou. Maar je bent dus niet, wat wel men zegt, een bewonderaar van Kuiper. Nee, dat ben je hebt het uit bewondering geschreven. Nee. Nee? Nee, dat is ook goed te lezen, anders zou ik hoofdstuk 1 niet hebben kunnen schrijven. Hoofdstuk 1 zegt meteen weer waarom die eindeloos knettert en eindeloos spreekt. En wat er ook mis is aan dat hele beginsel. Maar goed, ik heb juist de kritische noot al voorop gezet, zodat je goed in de gaten had dat het geen bewonderend boek was. Maar het is wel een boek dat enorm geniet van alle verhalen. Het is een genietend boek, dat wel. Maar dat zie je misschien, de schrijvers die er doorheen genieten. Ja, ik heb enorm genoten van het schrijven. En jij hebt er wat afstandelijker toon, ironisch en soms zelfs een beetje cynisch als ik het mag zeggen. Van Wijnand van Deursen, die heeft natuurlijk een vernietigende oorlog het boek uitgesproken. De historicus van de VU, hè? Ja, en misselijk en godslastelijk en wat niet meer allemaal dan niet. En hij vond dat ik het als een antropoloog had bekeken. Hè. Ik heb niet veel complimenten gegeven, maar dat vond ik wel een compliment. Hè, dat ik er als antropoloog naar had gekeken. Als een voorman van een vreemde stam. Ja, het begint toch met om je een vreemdeling te voelen, hoef je niet naar Jeruzalem. Maar heb je aardigheid in hem gekregen zelf, Kuiper? Dat je dacht, dat is toch een interessante man? Ja, zeker. Het is veel interessanter dan ik van tevoren wist. Ik heb natuurlijk ook ingestemd met de opdracht. Het is veel interessanter dan ik van tevoren wist. En het is inderdaad niet vervelend, alleen wel van mijn hemel, hij haalt me toch naar de rotstreken uit. Dat moet je natuurlijk wel toelichten. Mag ik even terugkomen op je statement net, je verhaal, dat je niet zo bewonderaar bent, dat je wel kritisch bent. Ik heb vanochtend even toch jouw Romein erbij gehaald, omdat je heel selectief bent in het gebruik van historiografie. Je doet dat wel, van kopmuziek terugkomen. Nee, het is echt een bronboek, hè? En het helemaal huizen gaan en de Romein. En Stellingwerf komt er nog langs. Een aantal mensen die over Kuiper hebben geschreven. Maar je besteedt echt geen woord aan de biografie uit 2006. Aan de biografie. Ja. Er staat helemaal niets in. Wat mij dan eigenlijk toch ook wel verbaasde. Ik bedoel, ook door NBO gefinancierd. Nee. En dat zijn er toch het goedste. Ja, met dank aan. Dat is het anders. Ja. Dan gaan NWO. Maar goed, laten we het niet te technisch maken. Nee. Het steun van NWO. Staat er. En dan denk ik, dan zul je toch ook die wetenschappelijke discussie
moeten aangaan. Te meer daar je, je hebt inderdaad de recensie geschreven, ik heb hem nog even meegenomen van mijn boek, die lang niet negatief is in 2006. En dan staat er als laatste zin, en die heb ik even rood onderstreken, het komt er een klein lettertje uit, dat na Kuiper de biografie, de titel van mijn boek, het nog wachten is op een historicus die Kuiper met de juiste vraagstelling te lijf gaat. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, zit er eigenlijk al een vraagstelling in jouw boek? En, Johan even, ja. Ja, het boek is gewoon een eindeloze vraag, wie is deze man? en dat wordt in zoveel mogelijk kleuren neergezet. Dus wat doet hij? Vooral wat doet hij allemaal? Hè? Daarom is dit boek ook echt complementair ten opzichte van die biografie en ook de biografie van Breit. Ja. Breit gaat over de denker, dit is een complete biografie. En dit zet een vouw neer en als een activisme en zijn reizen enzovoort. Ik heb voor drie kwart nieuwe verhalen in dit boek neergezet. Hè? Dus en ik geef ook aan, er is nog biografisch echt nog veel ruimte om binnen te komen. Er zitten ook correcties in op jouw boek, impliciet. Maar ik vond het volstrekt onnodig om dat expliciet te doen. Ik refereer wel aan de literatuur, aan de grote vernieuwingen van het Kuiperonderzoek, die ik ook meeneem in mijn portret. Waaronder onder die Brad, zeg maar. Brad heeft hem echt, denk ik, contextueel neergezet als een internationale figuur. Even voor duidelijk, dat is nog een andere biografie. Dat is Amerikaanse biografie uit 2014. Ja. Dus voor de echte liefhebber. Kan die ook nog gaan lezen? Ja, dus her en der in mijn portret verwijs ik niet naar de literatuur, maar ik steun bewust niet op de literatuur, ik steun bewust helemaal op het bronmateriaal dat ik was tegengekomen, zodat het een volledig nieuw boek opleverde. Ja. George Harding schrijft over het boek van Brett dat het nadeel van het boek van Brett is dat Brett te dicht inhoudelijk en ook qua wereldbeeld op Kuiper leunt. Nadat ik dit had gelezen, dacht ik van ja, hier zie ik bijna helemaal geen licht tussen auteur en Kuiper meer. Hè? Dat valt bijna samen. Een soort reïncarnatie van Kuiper. Ja, en als het even gaat om die historiografie. Dat is toch een compliment. Ja, om die historiografie die je gebruikt. Ik heb vanochtend even Romein erbij gehaald. Hè? Het beroemde essay De Klokkenist der Kleine Luiden. Ik moet even zeggen wie Romein is. Ja, Romein is een marxistisch historicus, tijdgenoot. Hij is iets jonger denk ik dan Huizinga. Ja, dat was 20 jaar jonger. En heeft met zijn vrouw, Annie Romein Verschoor, een reeks portretten geschreven onder de titel Erfdragers van onze beschaving. Ja. En daar zit een beroemd portret van Kuiper in, als de klokkenist de kleine luiden. En ik titel die met de Romein. Ja, zeker. Die eindigt met de Romein. Maar jij zegt, Romein is eigenlijk nog positiever dan Huizinga. Ja. Huizinga noemt hem een democraat, dat is die. In zekere zin, als emancipatieleider is een democraat. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Romein zeg je is nog positief, maar ik heb Romein er even bij gehaald. En daar zie je dat Romein bijvoorbeeld het oordeel van de liberaal dubbel voor, een tijdgenoot van Kuiper deelt. Namelijk het theatrale en het onechte, de ordinaire middelen die Kuiper hanteert, het Kuiper, het huichel van Kuiper. Het Christus willen zijn, hij vergelijkt Kuiper eigenlijk interessant met multituur. Ja. Het ideaal van een theocratie, wat hij nastreeft. En dan eindigt hij, en dan kun je afvragen, is dit een aanbeveling? Hij zegt ergens, ja, Kuiper is toch eigenlijk wel bijna de Cromwell die hij had willen zijn. Nou, je kunt je afvragen of dat nou zo'n compliment is uit de mond van Jan Romein. Ja, ik denk het niet. Cromwell was de Puriteinse leider in de Engelse burgeroorlog van de 17e. Maar met andere woorden zeg je, het was een dramatisch, romantisch man. Zeker. Maar Romein is veel kritischer dan uit jouw bespreking van zijn essay. Nou, bespreking is, ik haal een paar elementen uit waarin hij de vernieuwende kwaliteiten van Kuiper benoemt. Het is een epiloogje. Heel selectief. Selectief, maar wel de kern van het verhaal. Romein waardeert Kuiper zeg maar, daarin als vernieuwer en als sociaal vernieuwer. En democratisch haakjes was Kuiper niet slechts instrumenteel, maar was die fundamenteel. Dat gaan we zo even verder. Een van de verschillen tussen onze groepen. Ja, laten we even kijken naar, want jullie noemen het al een beetje, de bronnen natuurlijk. Hè, jij hebt echt in het Kuiperarchief gegrasduimd. Ja. Je hebt ook gevonden. Jij bent daar geloof ik niet geweest, hè? Wel, ik ben wel een tijdje geweest. Ja? Maar je hebt er vooral gebaseerd op zijn. Zeker. Geschreven, want dit archief, dat ligt hier op de vuur, maar dat moet gigantisch zijn. Het is echt enorm. Ja. Jouw boek is vooral gebaseerd op de gereformeerde literatuur, zeg ik dan maar even gemeen. Zeg maar. En de mijne absoluut niet, het is echt een bronnenboek. Dus, bijna al mijn verhalen komen rechtstreeks uit de bronnen die ik tegengekomen was. Ja.
Dus jouw boek is als reformeren. Maar dan kan je dus een ander boek schrijven als je dus een andere bron hebt. Ja, toch? Het is toch jammer dat Gedeus dit niet meer kan meemaken. Ja. Dat hier toch geweldig wordt gezegd dat bij het boek gereformeerd is. Dan, maar goed, misschien dat Gedeus. Ja, je boek staat meer dan. Hij zegt begrepen op. Maar het is niet alleen op gereformeerde literatuur gebaseerd. Het is natuurlijk ook op het onderzoek van Verkoppen en van Te Velde en van allerlei andere historici gebaseerd. En ik heb dat ook echt precies zo gezegd. En dat komt, kijk, een van de rare dingen is dat die stichting Dr. Abraham Kuyper Fonds, die uiteindelijk mij die opdracht besteed heeft, al meer dan 10 jaar rondliep met die opdracht voor een Kuyperbiografie. Ja. Pushinger, als ik zijn naam goed uitspreek op die manier, was in de jaren 70. Het was een historicus hier aan de VU. Die alles ook baseerde op bronnen en op eindeloze bronnen. Je kunt je afvragen. Of die echt meer deed dan bronnen, eindeloos citeren, die heeft een 6- of 7-delige biografie van Kuyper ontworpen. Ja. En is in feite niet verder gekomen dan 1 deel, waarbij eigenlijk Kuypers jeugdjaren en verlovingsjaren en het begin wordt beschreven. En hij strandt eigenlijk op het moment dat Kuyper publiek actief wordt, dus waar het eigenlijk nog maar begint. Hè. Ja, maar hoe komt dat? Omdat het te groot is wat je moet onderzoeken? Je kunt je afvragen natuurlijk, wie wil je bedienen met een 6- of 7-delige biografie? Maar vervolgens heeft die Kuyperstichting gedacht, ja, het moet eigenlijk zo'n boek geschreven worden. En ze zijn eindeloos bij de VU langs geweest. En de VU heeft die opdracht versmaard. Niemand die op de VU dit gedaan. Maar uiteindelijk, en ik kan die wegen niet helemaal meer achterhalen, is dat op mijn bord terechtgekomen. Nadat ik naar enige wijziging heb toegezegd. En toen heb ik natuurlijk wel een ontwerp gemaakt voor de VU. En gezegd, ja, ik ben hier bij het archief geweest. En ik heb een paar van die dingen naar boven gehaald die ik voordelig wel heb gebruikt in het boek. Maar ik zag in, kijk, als dat 4, 5 of 6 jaar gaat duren. Ik kan dat onmogelijk op de bronnen alleen baseren. Dus wat ik doe, is precies wat Pushinger niet wil. Pushinger zegt, ik wil een te bronnen gebaseerde biografie schrijven. Anders wordt het niet meer dan een samenvattende biografie. En precies zo'n samenvattende biografie, dat zeg ik ook in het voorwoord, heb ik geschreven. Op basis van bestaand materiaal, met denk ik als grote vernieuwing, en daar had ik natuurlijk bof bij, dat Jan de Bruin, ook een historicus hier van de VU, en die heeft daar ook op het archief gezeten, net de briefwisseling tussen Kuyper en Savonie Lohman had getranscribeerd. Ja. Die hebben er enig aan dringen. Want hij heeft een heel moeilijk handschrift. Hebben een heel moeilijk handschrift. Ja. Maar Johan is dus wel het archief ingegaan en kwam dus met een ander boek naar buiten. Ja, ik heb de brieven geprobeerd te lezen, nog lang niet alles, maar wel heel veel. Daar is het boek ook door ontstaan, doordat ik in de brieven dingen las. Reizen, onbekende reizen. Maar ook gewoon dingen die in die biografie wel vaker gegaan zijn, dat vaker herhaald zijn. Bijvoorbeeld zijn ziekte van 1894 had iets dat hij manisch en depressief was. Dat zie je niet meer in vinden. Hij had een dubbele ongeziekte, hij was bijna dood. Hij is gewoon doodziek in Brussel aangekomen en is een half jaar later pas weer actief geworden. Dus die hele diagnose van 1894 die zou niet fout gegaan zijn als hij de brieven las, zeg maar. Maar ik heb behalve de brieven lees ik ook zijn journalistieke werk en daarna ook zijn vroegere werk. En dan zie je ook meteen die vroege democraat, die voor jou een bijzaak is, die voor mij een hoofdzaak. Hij begint voor zijn publiek leven als een volbloed democraat. En zoveel de radicalere democraat dan welke liberaal van zijn generatie ook. Dat zie je als je zijn vroege journalistieke werk leest, zeg maar. Dan is die buitengewoon uitgesproken. In het toenmalige weekblad bij Herout, waarin hij al die dingen heb jij niet kunnen lezen. Ja, maar waarom schrijft hij dan een stuk in, ik meen uit de jaren 70, Calvinisme en Democratie, waar hij zegt, die democratie, dat is allemaal Franse revolutie. En even voor de kijkers, revolutie, dat is waar hij zich natuurlijk tegenkeert. Een anti-revolutionaire partij. Ja. Wat is de revolutie? Dat is natuurlijk die Franse revolutie, maar het is vooral een definitie van Groen van Dijsselbloem, zijn politieke mentor. De lerende praktijk van het ongeloof. Dat is in feite wat revolutie is. Dus Montaigne en Darwin en gebiologeerd door dat ongeloof van hem. Is dat nee? Maar hij is gewoon een radicale democraat. Hij komt er echt wel voor de socialisten. Hij schrijft vervolgens een stuk Calvinisme. Jullie mogen met elkaar in debat. Hij schrijft vervolgens een stuk Calvinisme democratie, waarin hij uitlegt: ja, die democratie, ja, dat natuurlijk, we kennen dat van die Franse revolutie. Ja, allemaal heel, heel eng en gevaarlijk. Maar ik heb nog eens even goed naar de bronnen gekeken van onze eigen gereformeerde traditie. En wat blijkt? Die democratie die komt uit onze eigen
Calvinistische traditie. Hè? Ja, zie hem apostel Paulus is de apostel van de democratie. Ja, 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 ja. Dus hij claimt gewoon een christelijke... En de Korinthe ook zo. Dat durf ik nog wel wat vragen bij te stellen. Maar was je dan een antidemocraat? Nou, hij is natuurlijk een emancipatieleider. En hij emancipeert de groep. Dus hij is op groepsniveau... Zou je kunnen zeggen, is die een democratische socialist? Hij wil een stemgever. Voor sociaaldemocratie achter doen. Nee, maar hij komt ook voor de rechten van socialisten. Dat vind ik wel. Iemand als schaaponder doet voor de katholieken. En dat is inderdaad een naam die bij jou ontbreekt. Wat natuurlijk helpt bij deze oppositiegroepen tegen het liberalisme. Liberalisme is dominant. Liberalen zijn dominant, dus ook een elite. En dat is interessant genoeg. Zowel een elite in Nederland, voor de kerk, als een elite. In Den Haag, in het politieke leven van Nederland. Maar dezelfde mensen, hè? En wat natuurlijk de antirevolutionaire, de socialisten en de katholieken op een gegeven moment in elkaar herkennen, is dat natuurlijk die gemeenschappelijke oppositie tegen de liberalen. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat de katholieke bron daarvan bij jou in je boek niet weet, is niet verwijst naar Lamennais. En Lamennais is een katholieke denker, ja. En die ook leest, dus die daar ziek is en dan... Hij leest een ontzagwekkende hoop boeken op het moment dat hij ziek is. En Burke en Lamennais. Voornamelijk Burke, maar dan de bronnen van Burke. Hij is niet zo positief. Ja, maar even helder maken. Dat die Lamennais als Franse katholiek, en heeft grote invloed gehad op België in het bijzonder, net na de onafhankelijkheid van 1830, inziet dat in feite deze groepen die willen emanciperen, als groep baat hebben bij liberale stelsel getrokken. Dus kunnen, het liberale stelsel, de liberale beginselen zoals ze uit Nederland het eigenlijk getrokken, maar door Torbeke zijn ingevoerd. En dat je in feite dus die burgervrijheden, vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienstvrijheid, van vereniging, kunt gebruiken om die groepen te emanciperen. Dus op groepsniveau en als emancipatieleider zul je hem zeker een democraat kunnen. Het misverstand is dat hij niet opkomt voor andere groepen. Dat komt hij uitdrukkelijk wel, aan het begin van aan. Dat voor socialisten. Ze herkennen elkaar in hun streven tegen de liberalen. En daarin vinden ze elkaar. En dat is ook waar ze... Maar hij herkent zich niet in socialisten, maar hij komt wel constant op voor hun groep rechten. Voor hun rechten. Ja. Als je die liberalen strijdt, kun je dat samen doen. Maar daar is hij een pluralist. Tegelijkertijd mis ik... Nou, dat is een ander aspect, want jij zegt van hij is een architect van de verzuiling, hè? Dus zeker. Iedereen zijn eigen zaad. Nee, als je de verzuiling ook kunt terugbrengen tot één persoon, dan komt... Dan is dat Maar wat ik en dan zegt Johan van, nee, hij is juist een pluralist, hij was juist bijna voor de multiculturele samenleving, zeg jij. De verzuilde samenleving is een vorm van multiculturele samenleving. Maar hij was ook drukkelijk een warm pluralist, dus hij geloofde in de legitimiteit van meerdere stromingen en hij komt consequent in zijn blad altijd ook voor de rechten van socialisten. Dat doet hij wel heel wollig en met bezwaren tegen hun heid, maar dat doet hij altijd. En daarin is hij ook echt wel radicaal. In vroeger werk ook al meteen ook voor de radicale blaadjes. Er zijn van die radicale blaadjes, want in de Kamer zitten nog geen radicalen. Daar is altijd positief over. Als Domela Nieuwenhuis 1879 met recht voor alle komt, is vaak positief. Dat is een verademing ten opzichte van de liberalen. Die heeft die omkeer naar de democratie ook al. Waarom vind jij dat zo belangrijk dan? Omdat hij een pluralist is en omdat hij inderdaad gelooft in het doorbreken van de liberale monopolie waar hij zich tegen verzet. Dus iedereen die tegen de liberalen is, die is niet uit. Het is een Nederlandse variant van de liberale politiek. En Nederland is ook bezet door de liberalen. Zo wordt het gezien. Ja. Zeker, dat zegt hij zeker. Bezet. Bleek ook maar een heel kleine elite te zijn. En de gereformeerden zijn in feite de Poolse partij. En dat is even verdiend wat toelichting, want Polen is verdeeld in Rusland, Duitsland en Oostenrijk. En de Poolse partij is de groep die de natie eigenlijk wil herstellen. Maar hij had gelijk dat de liberalen een kleine elite waren. Maar wat ik mis bij jou, daar ga ik het zo nog over hebben. Het is wel een interessante hypothese die ik gaandeweg onduidelijk vond ik. Is dus de offensieve geest van jou. Want hij erkent wel andere principes, maar vooral ook om ze te bestrijden. Dus hij mis eigenlijk die offensieve geest. En dus het idee dat die... antirevolutionaire beweging en die andere instituten die opricht, de partij, de universiteit en de krant, bedoeld zijn om die natie te herkesten. In feite wil die de reformatie afmaken. Die is gestrand ergens. Iedereen moet gelovig worden en trouw kerklid. Die illusie heeft hij absoluut niet. Die herkesting is nog een verschil. Ja, die komt voortdurend bij je tegen, maar die illusie heeft hij nooit. Maar dan heeft dus de hele gereformeerde geschiedschrijving niet hier een uitvraag. Hij komt slechts op voor het... Ja, die heeft dat overdreven, maar dat is niet waar. Hij komt slechts ook voor het goed recht van wat hij als een benadeeld volksdeel ziet.
Maar hij legt altijd uit, het is maar 10% van de bevolking. Nee, maar wel de kern in het begin. Hij denkt van, ze krijgen toch nooit een meerderheid. Nee. Ja, die illusie heeft hij nooit. Nou, het zijn wel, het is de kern in het begin der natie. Ja, hij zegt natuurlijk, hij verbracht het beeld over dat de essentie van de natie. In feite zijn al die andere groepen gereformeerd tot in hun vezels. Hè? Dat is ook zo'n fantastisch verhaal. Dus nee, ik mis een beetje dus de offensieve geest van deze man. En het feit natuurlijk dat zijn emancipatiewerk, zijn democratisch werk, op groepsniveau eindigt. En hij heeft natuurlijk niet veel bestemd van individuele emancipatie. En dan zou het natuurlijk ook... Hij is tegen individualisme. Dat is precies daarin werkt hij af van John Stuart Mill. Maar vervolgens staat hier een individueel vrijheidsbegrip voor dat radicaal is. Dat van enige tijd genoeg. Het verschil met de liberalen is heel erg groot. Ja, even los van het feit... Nee, maar ook qua... Maar liberalen waren slechts niet. Qua beginsel is het mis. Hij noemde toch in het begin christelijk liberalisme? Hij zegt er is een soort eigen christelijke bestaansnorm. Maar, maar als je nou probeert de levensbeschouwelijke kern van confessionele politiek en liberale politiek te definiëren, en voor de confessionele kun je ook trouwens in dit geval socialisten invullen, dat is dat, en het is, ik heb ontleend aan Isaiah Berlin, dat is een Russisch-Engelse liberale filosoof, die zegt eigenlijk op de vraag hoe te leven, bestaat volgens de liberalen niet één voor iedereen geldend antwoord. He, dat moet je min of meer zelf uitvinden, al zijn er natuurlijk wel regels nodig om die samenleving te ordenen. Terwijl op de vraag hoe te leven, hebben confessionelen, dat noemen we trouwens ook socialisten, een heel krachtig antwoord. He, zij, dat is bijna geopenbaard. Ze hebben een ideologie. En in die zin, je noemt hem ergens net zo liberaal als Thorbecke. En nou, ik dacht, ja, hoe kom je er in hemels nabij? De soevereiniteit en eigen gewin, dat is typisch maatschappelijk. Diversiteit, zeg maar, dat is... Leg dat even uit. Soevereiniteit en eigen gewin, dus de autonomie van de maatschappelijke sferen. Hè? De wetenschap, de kunsten, zeg maar. Dat zijn allemaal kringen waar ze zelf kringen, maatschappelijke kringen. En dat is gewoon, dat is precies wat bij Thorbecke. Nou ja, liberalisme is de kunst van maar, schrijven. Maar zijn grote kritiek op de liberalen was niet zozeer dit, of levensbeschouwing, maar liberalen waren tenslotte ook gewoon kerkelijk veel meer aan Kuiper zelf. Maar dat is een pure elitevorm en slechts een klieke. Coterie, hè? Dat is zijn lievelingswoord. Het is een coterie. En zakelijk heeft hij daar gewoon gelijk in. Het was een kleine elite, hè? En die onderling de burgerrechten goed verdeelde. En zijn grote strijd is die voor de burgerrechten, voor de massa. De kleine luiden. Ja, en de kleine luiden zijn natuurlijk ook arbeiders bij. En dat doe je dus ook gezamenlijk met de katholieken en de sociaaldemocratie. Ja, dat komt later. Ik heb hier over de Kuip van 78, die dit allemaal al is. Een schapelijks 98. Je laat de kleine luiden vallen, maar... Zij zitten 20 jaar voor. Je laat de kleine luiden vallen, herhaaldelijk telkens, maar ik mis de mannen dus. Volgens mij valt het woord dat niet eens. Ja, wat is het verschil dan? Nee, maar ik ben minder gereformeerd dan het jaar. Het interessante is dat de mannenbroeders, het kleine luiden zijn hetzelfde. In een van zijn laatste lezingen zegt hij ook, mannenbroeders blijft ook kleine luiden. Ja, dat heb je bij elkaar. Ja. Die kleine luiden is waar de binnenwereld die hij achterlaat. Die heel erg naar binnen gekeerde wereld. En dat is natuurlijk ook een raadsverhaalde boek. Iemand die je beschrijft die zo internationaal georiënteerd is. Dat is echt een accentverschil. En in alles geïnteresseerd is die een wereld nalaat die zo naar binnen gericht is en in feite nog alleen maar... Ja, dat is ook een enorme traditie. Ja, maar dan gaan we het straks over hebben over de erfenis. Dat is natuurlijk heel vreemd. Maar het interessante is, over die elite gesproken, je kunt je afvragen of Kuipers beweging niet gered is... Blijf even duidelijk praten. Hè, of Kuipers beweging niet gered is door het feit dat het kiesrecht zo beperkt is. Het heeft er lang last van gehad, want vanaf 1879 geeft hij al meer stemmen dan de liberalen, maar die worden niet voor ze omgezet. Want die mogen dus stemmen, dat zijn mensen die later last van betalen. In 1901 heeft hij ook voordeel van de districten, zelfs de AUP heeft uiteindelijk ook geprofiteerd van de districten, zelfs in het begin is duidelijk benadeeld. Dus daar kun je beide zo zeggen. Pas bij het evenredig algemeen kiesrecht zie je ongeveer waar ze staan. Alleen hij was een cijferfetischist, hij kende die statistieken heel goed, hij wist dat ze op boven hun stand leefden. Zeg maar. Dat rekent hij nou gewoon netjes voor aan zijn kiezers. Toen, dus de AP kon in dat districtenstelsel zowel heel erg benadeeld zijn, zoals in het begin, toen het kiesrecht erg beperkt was, als bevoordeeld zijn, zoals in 1901. Het is net tevreden. En dat noemen we die zelf ook wel. Ja, precies. Ja. Maar goed, hij heeft vooral gevochten tegen dat nadeel, want dat heeft natuurlijk een jaar of 40 geduurd, zeg maar. Ja, maar de vraag is natuurlijk of zo'n partij, en zeker gezien deze behoorlijke radicale voorman, bij algemeen kiesrecht niet zo snel was gegroeid, dat natuurlijk een elite eromheen buitengewoon veel last van zou hebben gehad. Dus dat zie je ook, dat is ook wat hij doet voortdurend. Hè? Dus je ziet daar die heren die wel stemrecht hebben, die dus wel in die kamer terechtkomen en wel
meedoen aan de politieke natie. Je hebt de politieke natie en je hebt de echte natie die voor het volk achter de kiezers, hè, zoals dat zo mooi heet. En wat je hem iedere keer ziet doen op het moment dat de confessionelen ook deelnemen aan het bestuur en aan de regering, dan zie je hem vanuit zijn eigen kant dus kritiek op zijn eigen. Hij heeft grote kritiek op het kabinet elkaar. Maar kunnen we dan zeggen, als een volgende. Het kabinet Heemskerk, er zijn er ook al een paar. en wat je, stel nou dat, je, dat hij over dat stemrecht van zijn grote aanhang had beschikt. Dan waren dus precies iedere keer die elite weggestuurd worden. Pleit je nu tegen volledige vertegenwoordiging, zeg maar? Want het allermooiste natuurlijk, en dat was natuurlijk zijn bittere pil die hij moest slikken. De volledige vertegenwoordiging komt met de pacificatie. Van de liberalen, einde van de schoolstrijd, einde van het kiesrechtsvraagstuk. Was in 1917? 1917 en dan 1918 zijn volgens mij voor het eerst verkiezingen. Ja. Ja, en wie zijn dan natuurlijk de grootste partij? Ja, 40% katholieken. Ja. In dat districtenstelsel zie je dus dat die katholieken die stemden aanvankelijk liberaal naar Thorbecke. Daar hadden ze vrijheid van gekregen. En je ziet dat op het moment dat die schoolstrijd opkomt, in de jaren 70. Strijd voor bijzonder onderwijs. Nou, die schoot is al heel oud, maar hij verscherpt dan omdat je een tweede generatie liberalen krijgt. Die, laten we zeggen, het ruimtebiedend liberalisme van Thorbecke door een soort dwingend liberalisme gaat vervangen. Vergelijk het met de Franse laïcité-politiek. Het Kapijnen van de Capelle voorstel. En je ziet in dat districtenstelsel dat liberalen en antirevolutionairen in een aantal districten, die je zou zeggen de swing states, de swing districten zou kunnen noemen, de katholieke stem nodig hebben. Dus de vraag is, gaat de katholieke stem naar de liberalen of gaat de katholieke stem naar de antirevolutionaire? Ja. En dan hebben ze daar een meerderheid. Op het moment dat je even vrede vertegenwoordiging hebt, is de katholieke partij, ik denk dat de KVP tot, volgens mij, tot zo'n beetje de fusie van het CDA, de grootste partij is geweest. Ik heb het niet helemaal van 1962. 1963, dan hadden ze 50, 60. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk het grootste voorstel. Ja. Ja. Maar jullie noemen dat de liberale elite. Ja. Kun je zeggen dat Kuiper de eerste populist was? Nou, de eerste. Maar de eerste in ieder geval. Van vroeger. De grote, ja. Ja, er zit een populistisch element in de zin dat elites in de wetenschap, elites in de kerk, elites in de politiek moeten worden bestreden. En dat gebeurt in naam van het volk. En ja. Het volk is een tamelijk ongedefinieerd. En dat mag je een beetje aanzetten met. Ik zou het wel positief noemen, dus hij is wel een democraat en hij ziet het volk ook echt samen. Dus dat volk is niet een instrument voor hem, hij heeft een mystieke band met dat volk. Ik, zeg maar. Ik denk dat ook heel erg populist het volk wil zien. Nee, dat denk ik niet. Okay. Ik heb een beetje narcist doet dat niet, zeg maar. Die heeft juist een minachting voor het volk. En dat was bij hem echt radicaal anders. Ook in zijn sociale, zijn persoonlijke omgang zie je dat hij als een van de weinigen uit die elite een voortdurende behoefte heeft aan communicatie met het volk. Dat zie je op zijn reizen. Dat zie je. Is het communicatie met het volk? Ja. Of is het het volk vanaf de kansen toeroepen? Nee, hij stond niet veel op de kansen natuurlijk. Van nee, hij stond in de kansen in het paleis. Nee, maar hij heeft die mystiek band inderdaad vooral door zijn schrijven. Maar hij werd ook gevrozen, hè, gelezen, zeg maar. Dus de vrouwige achterban. Standaard als de heraut. Nee, precies die achterban. Ja. Dat volk, maar dat waren wel de arbeiders ook. Maar was hij charismatisch? Typisch voor hem is dat hij dus die sociale. Sociaal zich altijd identificeert meer met de volk dan met de elite. Hij deed het niet voor zichzelf, zeg jij. Nee, dat niet was dat hij zelf leuk vond. Dat was gewoon zijn fundamentele houding. Hij was een kleine burgerman en hij heeft zijn leven lang zich identificeerd met kleine burgers en met arbeiders. Terwijl hij een goed leven leidde. Hè? Dus dat was niet instrumenteel voor hem. Daarom is hij ook absoluut geen populist. Ja, maar hij had alles kunnen worden. Hij was wetenschapper, hij was journalist. Dus hij had helemaal niet het volk hoeven te verheffen. Willen varen eigenlijk, hè? Dat is geen waar. Ja, dat was een jeugddroom. Ja. Dat was nou, ook echt. Nou, en dan heb ik toch even zitten bladeren. Nu wordt zelfs het boek opengeslagen. Ja, nou moeten we gaan uitkijken. Nou ga ik een stukje uit een brief van de Savonie Lohman voorlezen. En vergis je niet, hè, bedoel, de bijeenkomst in het paleis voor de Volksvleit bij zoveel jaar bestaan van de standaard. Was natuurlijk, het was wel bijna Kuipervereniging. Hè? Dus dat er natuurlijk altijd nog onze vrije over zweeft. Dat was de eerste keer dat ze schaaf heeft gezet. Daar zitten 5 jaar lezers en die hebben nog nooit gezien. Dat is ook wel zo. Maar eerder al. Je spreekt de bewonderaar richting de cynicus. Dat is een scène. Dit boek is als licht, van licht ironisch tot gezocht cynisme is het betiteld. En het is dus duidelijk in de eye of the beholder kennen. Ja. Waar we tot orde komen. Hier even een brief van Lohman. Er is weer een conflict. Volgens mij heeft Kuiper tegen Lohman gezegd. Lohman staat in de Tweede Kamer dat
En hij toont haar begrip voor de tegenstanders van de doodstraf. De ARP was voor de doodstraf, maar Lohman toont begrip voor de critici van de doodstraf. Adam zegt het uit tegen, dat is onchristelijk en het leidt tot een enorme penstrijd. En op een gegeven moment schrijft Lohman aan Kuiper dat Kuiper zich maar eens moet afvragen of hij zo langzamerhand niet de mening was toegedaan dat Nederland alleen te redden is als een partij van blinde aanhangers die zich de naam toe-eigenen van gereformeerde christenen en op elk gebied eenvoudig zich houden aan de formulieren en aan mijn inzichten, door dik en dun gaan, en mijn inzichten zijn Kuipers inzichten, door dik en dun gaan, bij de stembus zich verenigen om mannen af te vaardigen die onder mijn leiding een andere wending geven aan de staatszaken. En het interessante is dat Kuiper daarop antwoordt, van wil je niet eigenlijk een soort onbekritiseerde, bijna inderdaad narcistische leider zijn. En dan zegt Kuiper, neigen doet mijn natuur zeker tot zoiets. Ja. Dus hij ziet zelf ook wel dat hij die neiging heeft om zo'n soort charismatische leider te worden. Ik ben maar die noemde jij hem ook aan bij het begin van het debat. Ja, zeker. Maar Lohman moest er niets van hebben. Dat is evident. Kuiper was een man van de beweging, zeg maar. En had zijn eigen mystieke band met zijn aanhang. Maar dat had Lohman niet. Lohman die was... Je ziet dat Kuiper individualist noemde. Kuiper noemde hem altijd individualist. En dat was hij ook volgens mij. Kuiper wil nog wel toegeven dat hij daar toe neigt. Hè. Ik was een aantal maanden geleden in Duitsland. Daar heb ik ook over gesproken. En dan kun je zeggen, ja, wat is een charismatisch leider? Hè? Dat is natuurlijk sociologie van de Duitse socioloog Max Weber. En je kunt zeggen, bij een charismatisch leider, als dit compleet is, dan is de leider zelf het programma. Ja. En de leider, lijst Pim Fortuyn, leg ik wel eens aan de studenten uit. Dat is eigenlijk het programma van de charismatische leider. En je ziet dus dat Kuiper dicht in de buurt komt. Hij zegt ook, ik neig daar ook wel toe. Maar ik probeer die zaak aan allerlei principes. Dan kijk je gewoon naar zijn publieke optreden. Dus ik heb een hoofdstuk geschreven over hem als spreker. En dan zie je dat hij hij spreekt geen kleine toe. Weet je wel? Hij zweet het publiek niet op. Hij gaat voor in stil gebed. Dus zijn middelen zijn alleen, hij neemt het wel mee. Hij is mannetjes putteren. Neem die beroemde reden in 1867 in het Paleis van Volksvrijheid voor die 5000. Je krijgt een beetje het gevoel dat ze wel aan zijn lippen hangen. Ja. Maar geniet je dan toch ook van? Ja, dat zijn mooie scènes, maar je ziet dan, maar hij is heel intiem en juist niet grootsprakig in zijn retoriek. Weet je wel? Dus wat dat betreft gewoon geen charismatisch leider. Hij was charismatisch, maar hij is niet dat type. Niet een dweper van. Hij is geen August Bebel of zo. Hij is geen opzwevende figuur. Is het niet toch wel enorm aanmatigend, zoals hij ook aan het eind van zijn leven zegt, dat hij niet meer is geweest dan een instrument? God, zie je dat maar durven beweren. Moest kijken wat de Beaufort daarover schrijft. Hè? Maar dat is bescheidenheid. Bescheidenheid, maar je zou ook zeggen, is altijd maar roepen dat je. Dat je een instrument bijvoorbeeld niet anders hebt willen zijn. Wat vind jij er nou van? Ja, buitengewoon aanmatigend. Alsof je de weg naar de toekomst weet. Het is voor mij een hele vreemde cultuur. Ik heb er steeds met verbazing naar gekeken. Die voortdurende identificatie met, zeg maar. Ik vind het vooral fascinerend om te zien. Zou je dat totaal niet meer identificeren of zo? Ik zie dat we al bijna een uur bezig zijn. Nou, we zijn iets later begonnen, dus we mogen misschien iets meer doen. Maar even kort nog wat kwalificaties van hem. Was het nou een conservatief of was het nou een hele moderne man? Hij is bepaald geen conservatief. Dit is een radicaal evangelische politiek die hij volgt. Dat was geen reactionair. Ik zou een radicaal democraat zijn. Al is het, laten we zeggen, sociale politiek, dat is natuurlijk mislukt. Dat is mislukt in zijn premierschap. Dat is een hele premierschap. De spoorwegstaking. Komt dat niet? Dat vond ik ook mooi. Hij zegt, hij is in zijn element als premier, terwijl ik hier een oordeel van Idenburg zeg. Ja, als premier was hij totaal uit zijn doen. Hè. Dat is ook interessant. Ja. Eigenlijk was de sociale politiek, of wordt die anti-revolutionaire sociale politiek, die wordt door Talma gerealiseerd. Ja, en dan is het weer vernietigend over Talma. Echt vernietigend, haalt hij uit. Maar daar zijn jullie toch allemaal wel over eens? Dat is precies wat hij in hoofdstuk 1 noemt. Nee, ik noem hem een radicaal democraat, is een jonge jaren dan. Hè. Want later zijn er nog andere radicalen waar die er gewoon eigenlijk identiek aan is. Maar van zijn generatie is hij de radicale democraat. Inderdaad, hij is in veel opzichten modern. Hij heeft zijn afkomst in dat opzicht nooit verloren, zeg maar. Als man van middenstand, zou je zeggen. Ja, niet alleen middenstand, maar ook van de arbeidsbeweging. Nou, die arbeidsbeweging, die gereformeerde arbeidsbeweging, is natuurlijk de andere op. Hij was wel in het land, was maar goed ook. Ja, dat klopt. Maar hij heeft er wel sympathie voor.
Ja, hij heeft sympathie, maar niet weinig oog. Hij heeft niet veel van sociale politiek. Hij is weinig verwezenlijkt. Dat is zijn grote politiek. Maar het Christelijk Sociaal Congres is toch op zijn naam geschreven altijd? Ja, maar daar zit natuurlijk houdt daar een grote reden voor in. Ja. Maar het zijn ja, maar hij breekt met al die dubbele namen juist, omdat ze daar geen acte de présence geven, dat heeft hij ze nooit vergeven. Hij heeft gezegd, jullie staan gewoon niet voor de sociale zaak, zeg maar. Dus de druk met Vlomman en de zijne is daar begonnen. Ja, nou, en hij zakt ook door de bodem als premier. En dat is ook interessant. Dat komt in je boek niet heel scherp naar voren, is dat hij in feite natuurlijk daar aan de leiband van Lohman loopt. Hij is afhankelijk, wil hij niet ingrijpen bij die sporenstaking, hè? De Franse draadwerk staat natuurlijk de tweede sporenstaking in dat verhaal. Ja. En dan komt er een tweede sporenstaking, dan is het feit van Lohman, die niet in het kabinet zit, maar de christelijke historici die veel conservatiever zijn, in de Kamer aanvoert. En hij krijgt Kuiper mee met die enorme strenge politiek. En misschien wel een van zijn langste erfenissen geweest. Dat is namelijk zijn burgerwet. Dat was een fouten geweest. Dat verbod voor stakingen. Dat is tot 1980 gegooid. Tot 1980. En toen hadden we het heel snel daarna nadat het afgeschaft is. Hadden we de dam vol. Gaan we naar de dam? Dan gaan we precies, naar de dam. Maar was het nou per saldo ruzie zoeken? Of was het ook iemand die mensen kon verbinden? Want hij heeft natuurlijk ook coalities gemaakt. Hè? Ja, op twee niveaus. Onder zijn gelijken botsen er iedereen, precies zoals ik in hoofdstuk 1 beschrijf. En bij het volk, de aanhang, zeg maar. Maar ook het volk in brede zin. Hij wordt niet alleen de populairste Nederlander in 1960, dat was juist onder de massapubliek in de algemene neutrale kranten van die tijd. Wordt hij uitgeroepen tot populairste Nederlander. En dat was hij dus ook. Hij was populair onder redelijk grote groepen. Dus ook van niet ARP mensen? Uitdrukkelijk niet ARP. Oké, dus niet zo dus dat hij was een tijdje de populairste Nederlander. Alleen gehaat bij de hele elite, zeg maar, om het even zwart-wit te zeggen. Maar jij twijfelt nog een beetje of ze verbinden of verliezen. Ik heb wel eens ergens geschreven, ik weet niet of het hierin staat, maar waar Kuiper was Louis. En hij kon verbinden, ja, als hij de onbesproken leider was. Als hij degene was die met zijn mensen in een zak kon steken. En dat is natuurlijk wel interessant, hè. Afhankelijk mislukt hij in de Kamer, die is de lezing dat hij iets in zijn medespeech daar houdt. Ja. Hij houdt maar niet op en hij heeft de 75 als ik krediet zo wat gespeeld. Mm-hmm. Maar aan het eind, als hij als premier is, dan en dat is een prachtige beschrijving van Ewout, een liberale journalist. Hij beschrijft ook hoe hij daar optreedt. Dat is een hele mooie beschrijving. Ja. Dan komt men inderdaad naar Kuiper luisteren. En dan is hij natuurlijk retorisch. Hij is ook als dominee getraind. Dus ik ken alle trucs natuurlijk om zo'n redenvoering vorm te geven. Hè? Ja. Een van de allermooiste dominees redens die er is natuurlijk, daar hebben jullie nog maar een King. Mm-hmm. En dat is met als geen andere natuurlijk die retoriek. Daar was dat helemaal ingericht, compleet met gebaren, handbewegingen en herhaling van zinnen en dictie en ritme. Dus ja, dat kon hij als geen andere. Ik heb een stukje lezen uit de Stone-lezing. En dat is best goed te lezen voor een mens van nu. Ik heb er zelf wat over gemaakt als met het lezen van Kuiper. Mooie taalgebruik. Het is erg jammer dat er geen geluidsopname is. Je kan gewoon, Ewout schrijft, het is geen domineestoon. Wat is het dan wel? Ja. En hoe zat dat ritme dan in elkaar? Hoe deed hij dat? Ja, dus dat weet ik eigenlijk niet. Dat weten we niet. Waar was er al in die tijd? Dat had gekund. Maar we weten het niet. Een klein stukje film van hem. Een heel klein stukje film. Heel oud is die. Heel oud. Maar wat kunnen we nu zeggen, wat heeft hij tot stand gebracht? Wat is nou, zeg je, nou dat heeft hij prachtig gedaan. Behalve natuurlijk die organisaties die hij opgericht heeft. Het coalitiemodel, het meerpartijensysteem, maar ook, want hij is toch een man die heel instrumenteel geweest in wat meer partijstelsel dat we gelukkig nog steeds hebben. Maar hij is onze eerste democraat geweest, een volgende democraat. En hij is ook op zijn manier, en zeker voor die tijd, een uniek pluralist, een warm pluralist. Hij gelooft werkelijk in neerstromingen en in een pluriforme samenleving. En dat maakt hij theoretisch ook waar. En wat heeft hij nagelaten dan? Dat heeft hij ook nagelaten. We zijn er geworden. Ja, omdat we zo zijn, de polderaars eigenlijk. Dat is een beetje polderaars. Maar gewoon het simpele feit dat we altijd coalitiekabinet hebben gehad. Dus nooit dat gepolariseerde model dat in Engeland of Amerika bestaat. Hè. Dus hij is vrij instrumenteel geweest in een partijstelsel, wat je ervan vindt, maar dat gewoon op diverse gronden partijvorming heeft. Kijk, die partij van hem, die heeft natuurlijk altijd dwars. Ik vind het dadelijk mislukt na zijn dood, zeg maar. Maar de ARP heeft natuurlijk gewoon altijd dwars door de klassenstrijd enzovoort heen.
zich gegroepeerd. En dat geldt voor veel Nederlandse partijen tot de dag van vandaag. Ja, het gaat vooral voor de conventionele partijen natuurlijk. Ja, maar daarmee ook de andere. Daarmee ook de andere. Dus ook de katholieken, maar de CDU helemaal niet. Hoe oordeel jij over zijn aanhouding? Ja, ik zou niet zeggen dat hij nou de man bij uitstek is van het Pollenmodel. Je ziet ook een feit natuurlijk dat die politieke leiding, los van zijn eigen kabinet, door anderen wordt vormgegeven, door Makkari aan het begin en later door Hifkerk. Dat zijn dat als de kabinetten die hij nog meemaakt, conventionele kabinetten. En hij is natuurlijk ook een man van de antithese. En die antithese die komt natuurlijk in, wat is het, 1993, als je dat in de Kamer zegt. Die komt bepaald niet uit. En de antithese, dat wil zeggen, hij schijnt volk in de confessionelen, samen met de katholieken, tegenover de gelovigen en de niet-gelovigen. En daar komt het in feite op neer. Maar overigens ook nog zoiets, hij zegt in feite ook tegen de liberalen, jullie zijn niet gelovig, jullie zijn revolutionairen. Want dat zet natuurlijk ook ontzettend veel kwaad bloed, dat zij maar in de regel vrijzinnig hervormden. Onze huidige premier is nog gelovig, wat dat betreft. Precies, en hij zegt eigenlijk, jullie zijn stelletje ongelovigen. En die antithese... Maar daar heeft hij veel woede mee gewerkt. Jazeker, maar die komt natuurlijk in 1994 niet uit de lucht vallen. Het is natuurlijk van meet af aan, vanaf het moment dat hij de kanselier een beetje verlaat, van we blijven volharden, we blijven strijden, we blijven het ongeveer. Met een kleine kanttekening, die antithese wordt vooral door zijn tegenstanders enorm opgepakt. Net als dat saganistisch nemen. Die hebben de gouden kans en die weten daar te verkiezingen op die antithese te voeren. Dat had hij nooit verzonnen. Hij is politiek die genoeg om dat te hebben kunnen zeggen. Ja, maar daar heeft hij niks meer aan kunnen doen. Dat heeft hij gewoon verloren. Is dat een fout van hem geweest eigenlijk dan? Ja, maar ik ben het eens, het zit in de structuur van zijn denken. Alleen hij zou zelf nooit zo zwart-wit gezegd hebben, zeg maar. Dat hebben zijn tegenstanders perfect weten uit te melden. En die hebben daar één verkiezing in dat teken weer te zetten in 1995. Precies zoals dat gaat. En terecht, ik bedoel, hij had die spoorwegstaking op een buitengewoon akelige manier op de kop ingedrukt. Nou, dat was wel een vooral doorlopen. Kamerbreed gedraaid. En vervolgens heeft hij natuurlijk de liberale tegen Geert Haarders gejaagd door de ontbinding van de Eerste Kamer. Het heeft volgens mij tot kok geduurd voordat er weer zo'n streek is uitgehaald. Dat is de politiek, maar daarmee kreeg je natuurlijk geen vrienden. Nee, maar vrienden had hij op het liberale niet. Hij had het begot. Maar hij zag het nog steeds als een kliek. Hè? Politiek was natuurlijk een feit te hebben eigenlijk al Nederland. Ja, dat valt wel mee, want wat doet hij? Met die katholieke samenwerking was natuurlijk helemaal een paar bruggen te ver voor hem, zeg maar. Het was steeds over confessionele, maar die bestonden absoluut. Heel wonderlijk gedraaid. Ja. Nou ja, hij is inderdaad artikel 21 van ons programma zegt, nou, als de katholieken en de protestanten samen gaan, dan is het einde van de wereld. Staat iets anders, maar het staat echt, een soort CDA, dat bedoelde jij. Dat was een beetje anti-papisch. Hij gebruikt het instrumenteel. Hij gebruikt dat instrumenteel. Dus hij heeft ze soms wel. En dan kan hij ze ook gebruiken en dan mogen ze meedoen. Maar met Schaapman heeft hij echt een persoonlijk goede band. En dat komt van de kant van Schaapman. Hij heeft echt de brug geslagen. En Schaapman komt er bij hem thuis en ze zitten thee te drinken. Zeker. Schaapman heeft hij echt. Maar verdienst van Schaapman. Die heeft de keuze. Zeker, want je weet ook dat naar aanleiding van het conflict al behandeld op zijn posten. Als Lomond hier de vuur uitgetraind wordt, in elkaar de dunne zijn. Dan schrijft Schaapman ook van, nou, in dat wespennest van die gereformeerde beginselen ga ik mijn hand maar niet steken. Laat wel zien hoezeer er behoefte is aan religieuze leiderschap, aan één stem. En Nederlands probeert natuurlijk in feite door paus te pleiten. Maar zegt hij, het is wel duidelijk waar in dit conflict de krachten lag. Dat lag bij de heer Roman, hè, zegt hij dan met zo'n woorden. En als jullie nou iets kijken, iets breder dan gewoon alleen zijn directe erfenis, maar gewoon, wat heeft hij voor Nederland betekend? Als je nu zegt, Nederland zoals het nu eruit ziet, wat hebben we aan hem te danken? Ja, toch de democratie, want hij was wel degelijk de krachtigste voorstander van de democratie in het eind van de 19e eeuw in Nederland. En die heeft ook meer door zijn instantie ook afgedwongen, zeg maar. En het doorbreken van dat liberale monopolie, wat toch meer dan half eeuw geduurd heeft, zeg maar. Daar heeft hij wel buitengewoon sterk aan bijgedragen. En inderdaad, daarmee een meer partijenstelsel en een coalitiemodel. Daar is hij buitengewoon effectief in geweest. En die erfenis kun je tot de dag van vandaag zien. Ja, ben je daarmee eens? We danken de democratie om Thorbecke, die overigens ook natuurlijk op de lange termijn... Thorbecke had niks voor democratie, hoor. Op lange termijn algemeen stemrecht helemaal op. Maar we tegen hem, hè? Uitsloot. Vrouwen stemrecht. Maar wel beperkt. Niet uitsloot. Beperkt tot 10% van de volk. Ja, stelsel wat een hele hoge mate nog steeds ons stelsel nu is. Ja. Wat we wel danken aan Kuiper en zijn navolgers, dat is inderdaad de partijpolitiek. En partijpolitiek is iets anders dan parlementaire politiek.
omdat die partijen natuurlijk een hele wonderlijke rol spelen in de stelsel. Maar goed, dat is het systeem. Hij richtte de eerste politieke partij. Ja. Ik denk verder dat, nou ja, wat ik al zei, als je de verzuiling moet terugleggen, leidt het tot één persoon, wat heel moeilijk is overigens. Maar dat komt Kuiper in aanmerking daarvoor, denk ik, meer nog dan Trulstrijn en de Schapel. Met die aantrekking dat hij er zelf bepaald niet voor was. Nee. Het is zelfs ondanks dus dat de christening van de samenleving was de bedoeling. Ja, de naam was. Ik denk dat wel eigenlijk, dat zijn bedoeling was. Die verzuilde samenleving is al lang achter de rug. Er zijn toen nog een paar mini-zeltjes over, maar ja, zeltjes zonder andere zuilen, dat is eigenlijk heel erg gek. Dus kijk, je kunt niet volhouden dat welvaartsstaten zoals Nederland die is, zoals Nederland dat is. Ja, dat in feite door Calvinisme gestempelde samenlevingen zijn. Er zijn natuurlijk nog wel allerlei elementen die daarop kunnen terugleiden, maar we zijn bepaald geen samenleving zoals Kuiper die zich voor ogen had. Dat is bijna ook onmogelijk. Maar dat vind ik dan eigenlijk van dit boek, als ik het zeg mag. Je ziet natuurlijk dat hij reist, dat hij in die tijd allemaal, luxe hotels. Goede wijn. Het was een levensgenieten. En de Calvinisten worden allemaal gezegd. Die zijn sober en die zijn matig. En als je dan zijn leven ziet. Hij is veel kleurrijker. Hij is veel kleurrijker. En hij komt ook niet zoveel in de kerk. Nee. Nou, het grote conflictje dat hij een keertje betrapt was. Dat hij op de grote markt van Brussel. Met een biertje zat op zondag. Terwijl de mensen thuis nog geen ijsje aten op zondag. Nee. Hij was redelijk puriteins hoor, maar niet absoluut. Nee. En dat hele gereformeerde normativisme kom je bij hem niet zoveel tegen. Dat is ook de tragiek van die erfenis. Van, ja. Zeg maar. Hij zou zich vrij ongelukkig gevoeld hebben met de gereformeerde wereld van de problemen. Veel te beperkt. Te beperkt. Te klein. Ja. Te klein hier. Maar dat vind ik wel leuk, dat je hem wel meer als mens ziet. Met alpinisten en zo. Er komt een heel ander beeld van hem naar voren. Ja, dat hoop ik. Dus het is goed. Goede aanvulling op de. Laten we niet zeggen dat het twee totaal tegenoverstaande boeken zijn, maar het zijn goede aanvullingen. Ja, dat is misschien nog wel het allermooiste, hè? Als we er ook nog Brett erbij noemen. Meneer Brett, dan hebben we eigenlijk in 15 jaar tijd, hebben we drie biografieën van Kuiper. En je zou bijna kunnen zeggen dat aan de hand van Kuiper langzaam de Nederlandse biografie als genre volwassen aan het worden is. Omdat natuurlijk in menig buitenland. Engeland is natuurlijk altijd het voorbeeld, maar als je een biografie van de politieke leidstand wil zoeken, dan kan je kiezen uit, nou ja, een boekenplan. Napoleon natuurlijk. Napoleon is helemaal oneindig, overigens. Hè, dat zou natuurlijk geschreven moeten worden, Kuiper voor en tegen in de Nederlandse geschiedenis. Dus zoals Pieter Geil uit Utrecht Napoleon voor en tegen in de Nederlandse geschiedenis. Ja, voorlopig niet. Maar stort je wel de hals uit. jij bent nog wel bezig, hè? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar het genre, zou je kunnen zeggen, begint langzaam volwassen te worden. Okay. Nou, laat het een aanmoediging zijn voor de kijkers die het gevolgd hebben en die er nu nog zijn. Dat ze dit gewoon gaan lezen en dat misschien jullie een mailtje sturen van dit vond ik leuk en dat vond ik minder. Wie weet. Ja. In ieder geval, jij gaat door met Kuiper? Ja, ik moet nog proberen. Je bent helemaal niet zat? Soms wel. Ja? Hoe lang moet je nog? Ik denk 2 jaar ongeveer. Ik wil zijn journalistieke werk lezen. Dat kost gewoon minstens 1 jaar. Want dat vind ik een beetje mijn plicht. Dat moet iemand een keer gedaan hebben. Dus dat wou ik dan. Nou goed. En dat ga je nog wel lezen als het uitkomt? Misschien. Dat weet ik niet. Nee? Ja, dat weet ik niet. Dat kan je nog niet beloven. Nee, ik heb andere dingen gedaan daarna. En er staan weer andere dingen op. Koning Willem 1 ook, hè? Nou, over grote archief gesproken. Dat is nog groter. Ja? Dus daarvan kan ik durf ik ronduit te beweren dat ik. Wat er in het Nationaal Archief ligt, dat is bijna 1 kilometer, dat ik eigenlijk vooral een paar keer omheen gelopen ben. Dus dat is waar ik rond de muren van Jericho gegaan en dan dat het zou instorten, maar dat gebeurt niet. Maar, dan moet nog een andere zich misschien, die zit te kijken, zich wagen aan Kuiper. Tuurlijk. Ja? Gewoon vooral doorgaan? Doen. Ja, ja? Nee, vooral doen. Het blijft een boeiend mens om te bestuderen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er is nog alle ruimte weer voor een biografie van. Ja? Zoveel materiaal? Zoveel materiaal heb ik hier al in aangedragen, zeg maar. En ook de suggestie van wat er allemaal nog meer is. Ja. Nou, u ziet het. Wie wilde het handschoen oppakken? In ieder geval bedankt voor het kijken. En volgende keer weer in een rumoerige zaal, hè, met allerlei mensen. Ja, graag. Ja. Tot zover, dankjewel.